Ik ben hem nu aan het hakken. Nee, niet die, de onderste. Maar ja, ik hak hem nu weg, als die maar kapot is. Bescherm me, hè. Als er iets uitkomt, dan moet ik opnieuw beginnen. Ik zit nu op 70%. 80, 90. Ja, oh! Holy chips! Daar ben ik bang van. Maar wat is dit? Ja, nu hebben we het veilig. Een aura! Hey kijkers, Michael Sturms! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe TDT modpack! Ik ben vandaag... Oh, wat zit hier boven mij, jongens? Een spin! Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met Giel en Lars en... Oeh. En de spin! Ja, nou, ik heb de spin heb ik al uitgeschakeld, hoe vind je die? Wahahaha! Wij gaan vandaag bezig met de TDT modpack! Hallo Lars, leuk dat je ook meedoet! Yay! Blijf uit mijn furnace, want dat is mijn iron. Dat is mijn iron. Stelen. Wow, nee, zijn we al het is er al uit, jammer. Hier, jij mag deze hebben. Wat is dit voor gekke machine dat hier op staan? Helmpie. En nu ga ik voor een broek. Dat is magie. Oh nee, daar komt uit die portal komt een hoe heet dat? Een zombie chips. Oh, dan blijf je er vanaf. Laat dat maar even staan. Vandaag heb ik een opdracht voor jullie. Wij gaan vandaag namelijk niks minder dan een heel mooi en leuk huisje maken. Althans, we moeten een soort van verblijf gaan maken. Want ja, waar we nu zitten, dat werkt gewoon niet. Lukt niet. Dus we moeten gewoon hier een mooie plek. Of jullie moeten zeggen van, ik heb een veel mooiere plek, maar ik vind dit op zich wel een mooie plek. Wat is dit dan voor beest? Oh! Waar? Oh, nee, maar die is niet zo sterk, Giel. Ja, maar... Die kan jij wel aan. Jij hebt spierballen. Ja, maar ik heb geen food. Ik heb hier allemaal eten. Lars gaat gewoon full, jolo. Sterk? Die is hartstikke sterk. Die is helemaal niet sterk. Die kan ze makkelijk killen. Ze Lars, ga jij anders even een opdracht doen? Ga jij maar even boompjes hakken voor vandaag? Ja, mag ik wel wat... Hier, in mijn extra. Ja, dat zijn, je kan genoeg spullen pakken. Maar als je eerst even wat boompjes maakt, dan mag je daarna... Hier, kom, anders kom hier even Lars. Mag je daarna voor iedereen een pickaxe maken. Een goede iron, mooie iron pickaxe. Dank Want je. Ik wil even een beetje deze boeien weghalen. En hier wil ik een soort van leuk bergje maken of een stapje omhoog. Of gaan we alles hier vlak maken? Wat zeggen jullie? Ik zal niet alles vlak maken, dat is niet mooi. Nee. Ja, maar we gaan geen schoonheidsprijs winnen. Ja, maar winnen. Wat doe je nou? Ik doe niks. Je sloeg mijn plant kapot. Helemaal niet, ik loop hier gewoon. Echt? Ja. Ik hoor dat geluidje. Nee, helemaal niet. Lars is daar bezig, ik ben hier bij jou. Ik heb helemaal niks gedaan. Trust me. Oké, voor deze keer. Waarom kan ik... Oh my god. Ik probeer gewoon wat hout te veranderen naar normaal hout, maar dat gaat niet. Jawel, dat moet lukken. Nou, maar zo, ik had zo'n rubber hout en dat... Ja, nee, dat is niet handig, hè, Lars. Dat kan ik toch niet ruiken? Giel, laten we... Ga jij anders hout verzamelen? Ga jij vast bezig met een leuk opzetje voor een huis? Ja, daar heb ik dus hout voor nodig. Maar dat ga ik wel verzamelen, ja. Dit is heel lelijk hout, dus dit ga ik niet bakken. Aan de overkant zit een gigantisch moeras. Ja, nou, daar zit de spruce, Lars, hier. Ja. Wat? Hier. Of dark oak, wat is het? Nee, dat is dark oak. Ik ga wel naar dat... Heb je van mij een pickaxe? Ja. Nice. Mag ik ook een iron axe maken of moet ik een stenen axe maken? Moet je zelf weten, als jij een Iron Axe wil maken, moet je een Iron Axe maken. Hier. Als je hout gaat hakken, dan... Hier, neem mijn stone pickaxe maar even tijdelijk. Yo. We moeten echt heel zuinig zijn met onze resources. Dus probeer zo min mogelijk spul te misbruiken of te slecht verkeerd te gebruiken. Je snapt in welke hoe ik het bedoel. Als jij met Lars inderdaad zo snel mogelijk even wat hout verzamelt, ga ik zo snel mogelijk even de boel hier mooi maken. Een beetje weer gelijk maken. Ik probeer alles op te vullen en dan kunnen we hier in ieder geval de boel... Ja, dan hebben we in ieder geval een dak boven ons hoofd. Ik vind het belangrijkste dat we meteen de kisten gaan sorteren en de boel netjes maken. Dat is het allerbelangrijkste wat we nu hebben. Wil je niet gewoon een soort van fabriek maken of zo, van een huisje? Gewoon een grote hal of zo? Ja, daarnaast lijkt me. Dat lijkt me daarna. Als we nou gewoon beginnen met een simpel huisje... Dan hebben we een huisje, dan hebben we alles lekker goed voor elkaar. Dan hebben we gewoon kisten op orde, hebben we alles op orde. En als we dat op orde hebben, dan... Gaan we inderdaad een fabriek beginnen. En dat kan hierachter of dat kan aan de overkant van het moeras. Of hè, waar we, dan kunnen we desnoods een tunnel over het water maken. Ik vind het allemaal prima. Maar als we maar eerst een huisje hebben. Want dat hebben we elke keer gewoon niet gedaan. En zonder dat huisje kom je eigenlijk niet echt bepaald ver. Ben ik van mening. Wil je dat ik hem hier omheen bouw? Je ziet dat ik nu al bezig ben. Hè? Kijk, het mooiste zou zijn als je de ingang van de deur hier doet, denk ik zo. En dat we dan eventueel, mochten we uit willen breiden, kunnen we dat hele moeras aan de andere kant, weet je wel, weghakken. Daar ben ik wel half mee bezig. Maar je wil hem hier, dat ik het hier omheen bouw? Dit gaat allemaal plat op het niveau waar ik nu sta. Zie je dat? Ja, dat snap ik, maar je wil dit binnen in je huis hebben, toch? Ja, maar dat gaat plat. Ik jat even wat voedsel van jou. Ja, pak het.
Daar als je hout hakt, dan kun je heel snel appels krijgen. Ja, dus dat is eten. Goed ja, ik bezig, heb er maar 7 nu. Je hebt er maar 7. Je zegt, ik pak even wat eten. Je pakt al het eten wat in dat ding zit. Appels zijn anders dan voet. En je moet veel springen. Ik wil niet echt dood of zo. Hoor je dat? Ik heb al door dat er hier veel gedeeld gaat worden. Goed bezig. Ja, nee. Lekker bezig, jongens. Modpack gaat weer helemaal goed. Vast en zeker. Het zou trouwens super leuk zijn als je even op het duimpje omhoog drukt. Dat zou ik zeer zeker waarderen. Ondertussen knutselen wij even één mooi groot stuk. Er staan allemaal obsidian hoofden. Dat moet niet. Giel, waarom bouw je nou hierop? Want dit gaat allemaal neer. Oh, je bouwt goed zo. Ik pompen? Moet ik maar pompen Giel, dit is toch een veel te klein huisje? Want hier zit die gang. Die gang moet, die tunnel moet. Hier. Maakt niet uit, maken we hier toch gewoon een mine ingang. Oké, wat jij wil. Jongens, moet ik pompoenen meenemen? Ja. Als jij pompoenen resources zijn resources, zoveel mogelijk alsjeblieft. Is het niet een te klein huisje, Giel? Nee, toch? Nou, dan moet je een extra opslaghuisje maken, dan is het niet te klein. Ja, maar dat doen we. Nee, geen meerdere verdiepingen. Geen meerdere verdiepingen. Dan ben je altijd de weg kwijt. Gewoon simpele. We kunnen ook de kisten bovenin het huis storen. Nee, maar waarom doe je hier niet gewoon een kistenopslag? Hier of zo? Jo? Ja, we kunnen ook een kelder maken, ja? Wil jij een Great Lock Wood? I don't know. Neem maar mee, ik heb geen idee. En Giel, ik wil hier een opslag hier. Daarnaast bedoel je? Ja, waar, waar ik nu de boel vrij maak. Ja, ik kan je niet zien, maar ik snap wat je bedoelt. En dan gaan we hier gewoon een hele mooie grote ruime kamer maken, groter dan het huis. En dan is het huis is het centrale verzamelpunt. En dan hiernaast gaan we een gigantische uitbouwing doen. Laten we dat doen. Wat als we een soort van, bij de opslag een soort van schuurtje doen, een soort van afdakje eronder. Nee, allemaal dicht. Het moet dicht zijn. Er zijn te veel monsters hier. Gewoon een soort van uitbouwen, wat ik zei. Gewoon een extra stuk daarnaast. Ja, dat zeg ik hier, waar ik nu ben. Ja, ik kan je niet zien, ik ben hout aan het hakken. Oh, ben je hulp nodig met hout hakken? Ja, ik heb wel aardig wat hout nodig, ja. Ik heb nu een stack en 3 oakwood logs dingen. Ja, jij hakt ook, toch? Is er nog iron? Ja, dat is voor het dak. Dan moet je dan hebben de dark ook zeker. Ja. Ja, het dark ook komt wel goed. Iemand nog iron? Ik heb 3 in mijn inventory nog. Nou, kom eens terug. Ik ben een dinges nodig. Ik zit wel in drijfstand. Oh, laat maar. Ik moet een axe hebben. Als je me hulp nodig hebt, moet je een axe voor me maken. Ik heb ook een stenen axe. Kijk, Giel, hier moet de opslag komen aan deze kant zo. Dus een hele mooie grote ruimte. Waarom per se hier? Omdat ik daar later naartoe wil voor een fabriek. Hoe snap je het nou? Maar dan maken we daar toch de fabriek en niet de opslag? Nee, daarom hier juist de opslag. De fabriek moet daarheen. Die kant. Ja, ik dacht hier. Jongen, dobbel 3 kwartjes en een duppie. En een guppie, Giel de guppie. Is Lars er alweer? Nee. Ik ben een vis, kijk, hieronder, ik kom eraan. Nou, goed bezig, doorzwemmen vis. Hup. Geef maar even een Giel als je er bent. Moet ik een slime neermappen? Voor een slime? Ja. Altijd. Rare, hè? Tenminste, als je ze niet nooit tegenkomt. Hier is een vulkaan. Oh ja, ik ben er net al 4 tegengekomen. Oh, daar is Lars. Dan is het iets anders. Nee, 6 slimes. Nee, zo bedoel ik niet. Last is 1.8 PvP, hè? Oh ja, je kunt spam klikken! Tuurlijk. Een makkelijke manier. Hierachter staat nog een slime. Oh, hier zit nog slimes in. Oeh, dat is wel fancy, die slimes die je allemaal hebt, man. Ik heb 12 van die slijmballen. Nice. Niet zo slijmen. Oh. Dankjewel. Nice. 16. Hoppa. Heel goed gedaan. Zou je van mij een steel, zo'n iron axe willen maken, Lars? Jazeker. Eten zit in de furnace, dan kan je ook alvast 8 stukjes varken pakken. Oh, er zit nog pork chop in de dingen, hoe heet dat? Dankjewel. In de furnace. Ik heb even een bel voor jouw maker. Nice. Komt ie, hè? 3, 2, 1. Oh, chips, ik klik op een verkeerde knop. Wat gebeurt er? Ik zit in Witch Cauldron. Oh, hier, alsjeblieft. Oké, gelijk bij hekserij. Wat wil je hebben, Giel? Dark ook, er zit die kant op. Jij hebt ook elke keer andere mensen. Ik moet kijken hoe groot het bos dat is. Dat is waar. Moet ik vast van die sterks maken en zo? Ja, voor ook, als je wil. Ja. We moeten eigenlijk straks een smeltriaal gaan maken. Auw. Kreeg ik nou een klap of was dat nou mijn eigen val? Ik denk een val. Ja, dat denk ik ook. Ik zie niks achter je namelijk. Het zag echt eruit alsof ik een klap kreeg. Kun je vallen maken? Geen idee. Wat wil je maken, zei je het Lars? Nee, laat maar. Oh. Duidelijk. Ja, maar wat wou je maken dan?
Ik? Niks. Dat zeg je net. Kan ik een ding eens maken? Oh nee, ik vroeg, kun je vallen maken? Oh, vast. Denk het wel. Ja, een slijt. Ik denk dat je echt wat traps kan maken. Ja, maar ik dacht dat jij zei, is het nou een val waarin ik zit of zoiets? Nou, dat mag ik. Nee, ik val. Ik dacht dat ik viel, weet je wel, vallen. Van vallen en opstaan. Ja, ik viel. Ik snap het. Geef niet, het komt vast wel goed. Het maakt niet uit. Even kijken, hoeveel dark oakwood wil je hebben? Wat wil je? Zoveel mogelijk. Ja, je hebt gelijk, dan met steen. En hoeveel is zoveel mogelijk? Ja, kijk maar wat je hebt. Ik denk 2 stacks. Dus, 2 stacks is voorlopig genoeg? Ja. Oké, top. Ik heb bijna 1 stack. Je hele boom in 1 keer. Jongens, jullie moeten nu al rekening gaan houden dat het donker gaat worden. Dus het lijkt me handig als je alvast een beetje de muren dicht gaat knutselen. Dat kan, ja. Ga ik doen. Want anders is het straks... dan krijgen we bezoek. Want die poort... Oh, je mag die poort anders wel gaan slopen, Lars. Heb je daar geen obsidian dingen van de diamond van nodig? Ja, geen idee. Nee, volgens mij kan je het gewoon met iron en gewoon stone. Oh, daar komt vast niks uit. Ja, echt wel. Geloof me nou maar. Komen zombies uit die normaal lijken en dan in één keer 50 HP zijn en in één keer keihard groeien. Ja, maar als we die nou kapot maken, kunnen we hem dan ooit nog wel gebruiken? Ik heb geen idee. Dat boeit me eigenlijk eerlijk gezegd meenbouwen? Ook niet als je dat niet erg vindt. Ja, dat dacht ik ook. Een muurtje bouwen of zo. Hey, nice. Oh, dit ding geeft echt zieke licht, jongen. Dat is bizar. We moeten eigenlijk zo'n berry... Paniek. Wat? Komt er al wat uit? Ja, nee, één normale zombie. Oh, jawel. Oh, ja. Er is er één uitgekomen. Ik zei het je toch. Nee, dat is gewoon een normale. Dat is gewoon een normale. Niet wat, je hebt gewoon je ogen. Oh, hij wordt groter. Ja, ik heb gewaarschuwd. Dit is dik lol. Ah, dit is super grappig dit. Nou ja, zorg nou maar dat ze niet komen meer. Heb ik veel liever. Ik denk dat we dat ding niet echt makkelijk kunnen slopen ofzo. Echt wel? Ik kreeg hem net al niet kapot. Oh, nice Giel, mooi huisje. Laat me even helpen. Hij is nog niet af. Ja, kijk. Ja, jongens, beschermen. Ah, chips. Hij wordt groter. Ja, sla hem helemaal in elkaar. Oké, kijk of... Oh, nog eentje, Lars. Help me hier, Lars. Ja, pak hem. Ik kom eraan. Ach, hij kan je helemaal niet hitten, joh. Als je hem blijft slaan. Je kan spam klikken, dus... Je kan een gedeelte weghakken. Ik vergeet het de hele tijd. Ik heb er eentje weg. Ja, bijna. Boom! Ik heb er één! Hier, kijk! Hier. Ja, maar heeft dat nut op spawn? Want ik denk ben dat ik het? Hier, daar ligt het. Lars heeft het nu. Heb ik het? Ik heb het. Deze moet je weghalen. Deze, dit is de middelste. De altaar. Zie je dat? Ik heb geen goede pickaxe. Ik ben hem nu aan het hakken. Nee, niet die, de onderste. Maar ja, kijk, ik hak hem nu weg. Als die maar kapot is. Bescherm hè, als er iets uitkomt, dan moet ik opnieuw beginnen. Ik zit nu op 70%. 80, 90. Ja, oh! Holy chips! Daar ben ik bang van. Maar wat is dit? Ja, nu hebben we het veilig een gesteld. Een aura! Nee, we hebben het helemaal niet veilig gesteld. Bouwt nog steeds. Oh. Oh, waarom beginnen we hier weer? Sla hem weg! Wat is dit? Dat is van Farmcraft. Dat is van magie en shit. Oh, oké. Oh, dat gaat niet weg. Maar, dat gaat gewoon niet weg. Klopt, maar het blijft spawnen. Giel, doorbouwen dan maar, denk ik. Een creeper in het huis. Op een spin? Oh mijn god. Uh-oh. Is wel een vriendelijk gebied wat je hier uit hebt gekozen volgens mij. Natuurlijk. Lekker nice. Jongens. Lekker nice. Inbouwen die hap. Nee! Uh-oh. Sorry. Is het zo moeilijk? Zo... Ja. Oh mijn god. Ja, weg, hey, ik probeer alleen maar te helpen. Ja, ik zei toch, je moet dat ding dichtbouwen. Er komen te veel monsters hier. Ja, ik ben er mee bezig. Uh-oh. Ingesloten. Giel, ga jij doorbouwen? Lars en ik gaan wel verdedigen. Ja, we hebben ze ingesloten. We moeten er geen. Nee, maar er komen te veel monsters. Die creeper heeft de boel hier ook al geëxplodeerd. De kist is dus kapot. Ja, nee, dat zagen we. Kijk, Vincent, ze staan hier gewoon lekker binnen. Doorgaan, Giel, hier snel. Ik help je wel, hoppatee. Zo. Dat gat in de muur helpt me niet echt bepaald. Nee, kijk dan waar ik nu mee bezig ben. Ik doe wel de bescherming hier om het huis heen. Hoe had je dit voor elkaar? Uh-huh. Volgens mij zo, toch? Ik doe gewoon zo. Laat Giel dat maar afmaken. Ja, is prima zo. Ik heb geen hout, dus ik kan hier, het niet bouwen. Hier, alsjeblieft. Daar ligt heel creeper. Veel. Lars en ik verdedigen wel. Ik heb die creeper wel hier. Zo, pats. Gunpowder. Pas op, staat hier weer een monster aan de zijrand. Waar dan? Hier, volgens mij, zag ik er eentje lopen. Oh, blijven jullie lekker daaronder. Doei. Ja, inderdaad. We gaan weer terug. Oh, er staat de creeper weer aan de andere kant. Ik ga daar wel weer achteraan. Oh, dit is echt gewoon weer gezellig hier. Dit is toch leuk, dit? Hier allemaal spinnen, lekker rondrennen, alles doodklappen. Lekker 1.8 PvP. Oh, er komt weer een skeleton.
Ja, maar weet je, als je dit niet gewend bent, dan is het heel vervelend. Kan ik je vertellen. Kan ik die XP niet allemaal oppakken? Oh, die hoed die wil ik! Geef me je hoed! Geef me je hoed! Ik wil je hoed! Oh, die hoed is vet! Nee, kom hier. Ja, wat? Ik heb zijn hoed! Jongens, ik heb zijn hoed! Wilt iemand mijn nieuwe hoed zien? Oh my god, die pijlen, die pijlen! Zie je, de steken pijlen echt gewoon... Wilt iemand mijn nieuwe hoed zien? Hier. Ja, zet op. Hang daar. Wacht, ik heb nog een hoed. Even kijken hoor. Deze. Mag ik een hoed van jou? Ja, ik zou zo eentje aan je geven. Au. Een vlinder? Maar, ja, weet ik niet wat het is. Daar heb ik een duiveltje op mijn hoofd of zo. Of een strikje of zo. Even, oh. Zijn er geen monsters met hoedjes meer op? Oh, hier, overal creepers en zombies hier. 3 creepers, 3 zombies. Ja, wat dacht je? Ja, oh, ik ben bij je. Ja, dat kunnen we laten ontploffen. Nee joh, gewoon killen, dan krijgen we gunpowder. Ja, dat klopt. Jongens, kom je er binnen? Oh, is het huisje af? Ja, nee, maar er kunnen geen mobs van 2 doorheen. Ja, ja, ik kan nog glas maken. Oh, nice. Maar wat moet er onder die cobblestones komen dan? Ja, dan moet er bij andere steen, maar ja, dat oh, andere steen nog? Ja, ja kan of ook. Hout of zo. Gewoon bakken. Ja, precies. Oh, je wilt gewoon steen bakken? Ja, zoiets. Ah, wel prima. Nice, eindelijk een huisje. Oh. Hoppatee. Ja, een huisje, ja. Zo kun je het noemen. Ja, beter dan niks, toch? Ja, dat klopt. Eigenlijk een bunker, maar... Ja, maar hé, we zitten veilig. Daar ben ik heel blij mee. Waar staat de crafting table? Oh, hier. Hier onder mij. We moeten berryplanten hebben. Kijk, oreberry. Oh nee, chips. We moeten zo'n berryplant hebben waar we gratis berries uit kunnen halen. Ik weet niet of dit het nou doet. Oh, zo'n ding. Ja, ik denk dat we een betere food source moeten vinden dan dat. Ja, dat denk ik ook. Nee, die berries zijn echt super chill altijd. Ik heb er hier eentje. Ik plant hem nu even hier aan de achterkant. Kijk wat eruit komt. Oh, chips. Dit werkt dus niet. Nice. Ik ga alweer terug naar binnen. Slecht plan. Retreat. Ja, dan moeten we een village gaan vinden, denk ik. Lars, wil jij het dak erin werken? Ik ben even hier een ladder aan het bouwen. Oh. Kijk maar hier, zo. Oh ja, een nice. Stijger. Nice. Oh, lekker. Ja, dat is wel een roze stijger. Wel mooi. Ja, dat maakt niet uit. We hebben een stijger. We kunnen hier de boel verdedigen. Hé, Lars, daar! Een mooie hoed met bloemen! Wacht. Oh, wow, die wil ik! Ja, ik ga je helpen. Go, 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 go! Wat zou dat zit voor een gek mannetje hier? Weet ik veel, ik sla hem wel gewoon. Oh, ja, oh! Dat... Oh! Nee. Nice! Ik heb enderpearl spul. Waar ligt die hoed van hem? Die krijg je, maakt niet uit. Lars, er staat nog eentje met een hoed. Oké. Okay. Daarachter. Die heeft de ontstopper op zijn hoofd. Die wil ik! Nee, shotgun. Ik heb hem! Yo! Get ripped. Head, flowers in a head. Done. Oh, wat hebben we toch allemaal mooie hoedjes. Waar ben je, Vincent? Hier. Hoi, achter je. Kijk, wacht, ik heb een ontstopper. Kijk. Ik heb een ender. Ik heb een ender fragment en een ender pearl. Oh, hey. Cool. Geen idee. Hey Vincent, ik heb hier ook wel iets wat bij je past. Oh wacht, die heb je alleen. Die heb ik al op. Ja, dan zet ik hem ook op. Ik heb er 5. Ik heb er 5 van. Dus ik kan al 5 mensen een zombie head geven. Oh, skeleton hier. Waar? Ja, hier. Oh, ja, maar hier is een zombie. Oké, okay. Op zich, het wordt weer dag. Ja, dat is wat dus dat kijk, is prima. Wat zou er met die zombies gebeuren als het dag wordt? Die verbranden. Oh hier, kijk, een zombie. Die verbranden gewoon. Ze zitten allemaal vast in die kooi. Ja, die verbranden gewoon. Die gaan gewoon levend dood. Levend dood. Hey, een witch! Pak er. Ja, maar en dan? Dan kunnen we er niks mee. Dat klopt. Dan hebben we er helemaal niks aan. Even kijken hoor. Auw. Nou, dat klopt dus al niet. Oh, er is hier weer zo'n obelisk ding. Huh? Wat heb jij gedaan? Jij zet er in één keer een dak op wat er niet op moet. Oh. Ja, maar ik doe gewoon precies hetzelfde. Oh, goed. Je wil zo'n ik mooie... denk dat er een soort magie zit over die obelisks, ik want hij zit nu iets verderop. Oh, kijk, zie je dat? Ze verbranden, ze worden steeds groter. Zie die zombies groter worden terwijl ze doodgaan. Maar niet dat het hout verbrandt of zo. Oh nee, ze groeien nu niet meer. Ze groeien nu niet meer. Nee, als ze dan bijna dood zijn. Heeft een klap, dan krijgen we er nog XP van ook. Ja, dat is waar. Even kijken hoor, ik ga even mijn eten in de furnace doen, anders heb ik straks helemaal niks. Maar dan hebben we het eigenlijk gewoon een XP van. Ja, dat klopt. Op deze manier hebben we inderdaad een XP van, terwijl het nacht is. Ja, maar weet je hoeveel HP die dingen hebben? Dat is ongelooflijk. Giel, moet ik dat steen hier onderaan aan de onderkant te zetten? Nee. Oh, dan? Dan moet ik eigenlijk, dan moet je even in 4 combineren. En dan? Snap je? Dan krijg je andere steen. Oh, die wil je onder de dingen zetten? Ja. Dus zo. Kijk zo even. Ik ben het nu overal aan het plaatsen. Ja, is prima. Top, awesome. Dan begint eindelijk dat huisje een beetje vorm te krijgen, zeg. Oh, ik heb flink veel XP hier nu. Oh, nice. Goed bezig.
Hoppatee, zo, zo. Ah, precies genoeg voor het huisje. Heb je nog ook hout? Ik heb heel veel. Ik heb dark oak wood. Moet je die hebben? Alsjeblieft. Hier. Ook Ctrl Q weer. Alsjeblieft. Ik geloof dat je hebt al het hout nu. Ja, ik zie het. En wat moet er aan die bovenkant van die dingen komen? Dark oak hout. Alleen gewoon dark oak wood. Ja, kijk. Vincent, ik heb oh, mijn god. Sorry. Lars, je bent echt een gigantische pannenkoek. Hé, hey, als je met z'n tweeën hakt, gaat die sneller, of niet? Nee. Nee. Oh nee. Ik kan zeggen, dus. Maar ik hak met dinges. Oh, wil je dat zo doen? Ja. Oké, okay, geef maar Giel, dan doe ik dat wel even rond. Dan ik heb dat, niet genoeg. Je hebt nog wat te houten. Kijk, Even kijken. Hop, hop, zo. Ja, als we dat maar geregeld hebben, dan is het dikke prima. Dan hebben we de boel een beetje mooi in orde. Die hoeft ook wel chique hoed, die past wel bij zijn skin. Ja, mooi, hè? Hey. Even kijken. Ben je jaloers op mijn hoed? Ja. Ja, Lars is altijd jaloers op hoedjes. Die 60! Hey Lars, ga anders even wat zand halen. Dan kunnen we glas maken. Ja, glas. Oh, oké, ik vind het best. Dan hebben we dat er ook in. Zand zit hier aan het strand. Naar de... Ja, ik heb het net gezien toen ik daar 100 banjo was. Heeft iemand een steenblok van mij? Een steenblok? Nee. Hoe heeft naar beneden, Giel? Jij hebt vast wel cobblestone bij je. Cobblestone, ja, ik heb een paar. Hoeveel wil je hebben? Ik heb ook. Legt wel. Hier, moet je ook even eentje voor mij maken? Nee, als je ik heb al genoeg. Ja, maar dan kunnen we met z'n tweeën verscheppen. Dan hebben we het zo gedaan. Ik heb 7 cobblestone van Giel. Ja, nee, maar ik zeg maak ook een schep voor mij. Kunnen we met z'n tweeën scheppen? Alsjeblieft. Ik hoef er maar één hoor. Kun je een axe maken trouwens voor mij? Nee, we gaan weg. Hier, geef deze maar aan Giel. Hier, Giel. Oh, dankjewel. Mag je mij nog wel verlenen? Geen probleem. Als we genoeg zand hebben, dan kunnen we even wat glas maken. Hey, dat is wel nice. Nou, ga jij daar achteraan, ga ik wel weer zand halen. Ja, maar daar is ook zand, dus daar kan ik meteen wat zand meenemen. Oh, nice. Hoppatee. Hoeveel zand die wil je hebben, Giel? Die heeft een hoed op. Moet je kijken. Wat zei je, Vincent? Maar dan moet je hem killen, dan krijgen ze hoed weer. Ja, wat is zand? Dat voor hoed? Weet ik veel, een gouden cirkel lijkt wel zo'n engelen ding of zo. Ja, zoiets in die richting. Nou, ik heb zijn hoed. Die kippen hier heeft ook een hoed. Nou, iedereen gaat voor de hoeden, jongen. Iedereen is gewoon hoedenverzamelaar in dit spel. Hey, ik heb een hoed! Kijk, ik heb ook een hoed! Kijk, mijn hoed is mooier! Allemaal hoedengekken. Oh, echt hè? Oh, deze moet blijven staan. Wow, ik heb hier weer heel veel slimes hier. Nice! Dat is alleen maar beter hè, dan kunnen we straks, moeten we mee recepten maken en zo. Slimes, die krijgen ook gewoon hoeden. Ja, maar weet je wat het is? Als we maar een huisje hebben, dan hebben we de boel in ieder geval goed geregeld. Dat klopt. Vind ik veel belangrijker. Als we een mooi huisje hebben, dan hebben we gewoon een huisje staan en is het gewoon klaar en een hartstikke idee. Hoeven ik we niet moeilijk even te doen. Zandakken. Hebben we gewoon een mooi huisje. En dan moeten we eigenlijk straks op zoek weer naar tin en koper. En moeten we de smelter hier weer aanzetten. Nou, je weet hoe het hele plan gaat. Komt helemaal goed. Oh, ik kom jouw kant op, Giel. Oh, ja, ik heb al een furnace klaarstaan. Bijvoorbeeld. Nice. Ik heb 23 zand, dus... Ik heb er al 90. 94. Lekker. Kom een skelet die doodgaat. Ik zie niks. Lekker laten, doei. Heb je wel dingen erin gedaan? Hoe heet dat? Kool, ja. Kool? Nice. Oké, dan zet ik hem even aan. Moet zeggen, het is wel echt zo'n huisje dat je van een paar honderd meter afstand zo 4 overend ziet staan. Ja, maar dat is toch juist chill, dat moet je hebben. Ja, gewoon waypoint. Kun je waypoint zetten trouwens? Ja, vast wel. Ja. Hoe? Ja, knopje indrukken en dan werkt het. Geen idee. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe modpack. Jullie wouden wat langere afleveringen, dus bij deze. Mocht je nou nog langer willen, laat dan even zeker een dikke like achter met een leuke reactie. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe TTT modpack. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!